Ja, Martin, sta je met de fruitmand. Wat gaan we doen? Ja, wij gaan naar iemand die ongelooflijk veel pech heeft gehad. Dat is Felix Albers. Die had besloten dit seizoen weer prestatief te gaan voetballen. En die speelde tot op heden geweldig in de tweede. En helaas in de wedstrijd tegen Duno is hij geblesseerd geraakt. En niet zo'n beetje geblesseerd, nee, hij heeft zijn kruisbanden gescheurd. Dat is niet zo mooi. Ja, hij is inmiddels geopereerd, maar selectievoetbal gaat daar waarschijnlijk niet meer in zitten. Dus dat is wel reden om even iemand om hem even een fruitmandje te geven. Een hart onder de riem te steken, hè? Absoluut, ja. Ja, er zijn er nog wel meer doodziek van, hè? Bas, de trainer. Ja. Ja. Ja, hij was natuurlijk in een jong elftal. Hij bracht ervaring in en hij deed gewoon geweldig. En helaas is dat geëindigd voor dit seizoen. En dat is heel erg jammer. Heel erg jammer. Nou, jongen, laten we aanbellen. We gaan bellen? Ja. Kom op. Yes. Ja, dat duurt even natuurlijk. Hè. Ja, dat duurt even. Hier komt de groenteboer. Hoi, jongen. Oh, kijk eens aan. Met camera? Ja. Ik kom binnen. Ja, hè. Kijk hier uit. Leuk, hè? Lekker in de binnenstad. Ja, we zitten hier goed. Leuk plekje inderdaad. Een tuintje. Wat een lekker man. Gaan we rijden? Hm? Dat is toch niet de kater uit Nooddorp die iedereen aan hoor. Hey Felix, dit willen we natuurlijk gewoon niet zomaar even voorbij laten gaan. Ja. Dus vanuit de club willen we jou een hart onder de riem of een banaan onder de riem steken of een druif. Maar het is alvast, dit moet gewoon gaan zorgen voor een stukje herstel voor jou. Dankjewel. En het is natuurlijk enorm balen wat er gebeurd is als je in jouw situatie weer lekker terug wil komen en dat ook hartstikke goed doet. Ja. Succesvol, goede resultaten en dan dit. Ja. Een abrupt einde aan een comeback, zeg maar. Ja. Dus, jammer, ja. Hij wordt erg zwaar, dus ik ga hem zo neerzetten. Dat is mijn plekje toch? Alsjeblieft. En dit, daar gaan we zeker van genieten. Dat is goed. Ja. Ik heb wel gezelschap hier. Gaat goed natuurlijk sowieso. Alleen de. Ja, dit is natuurlijk jammer, de knie en de tegenvaller. En ik ben anderhalve week geleden al geopereerd. En weet je, waarschijnlijk verwacht je gewoon dat het sneller gaat. Of ik ben in ieder geval zo. Dus dat viel even tegen na de operatie. Dat je dan, ik wil te veel. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik moet het rustig aan doen. En, dus het is de eerste twee weken was even, of nu is is even pittig, maar goed, dat maakt niet uit. Laat je even verwennen. Ja, precies. Ja. Nee, de fysio zei vanmiddag dat het allemaal goed ging komen, dus daar ga ik vanuit. Ja, nee, maar dat moet je dan ga ik gewoon heel rustig weer fit worden, zeg maar. Maar het selectievoetbal zou natuurlijk niet dat risico ook niet meer nemen. Nee. Ik had nog wel de intentie om een jaartje daarna door te gaan. Dat is natuurlijk afhankelijk van de fitheid is dat ook natuurlijk gewoon best mogelijk. Had dat zeker gekund, maar om dat risico nog een keer te lopen op kunstgrasstralen, dat schiet niet op. Maar lekker lage voetballen wel. Ik zal bij het zesde waarschijnlijk weer op donderdagavond aansluiten. De ene is dood, is de ander zijn brood. Natuurlijk, die gasten van het zesde. Zo werkt het, hè? Die worden weer helder. Ja, precies. Eerst kijken hoor, want eerst even kijken hoe die trainingen zo verlopen. Want je kan wel even uitsluiten. Je bent lager voetballer natuurlijk ook. Maar er gaat nog wat gebeuren toch, volgens mij? Ja, precies. In huizen Albers. Ja, we krijgen een kindje. Ja, kijk. Ja, en zo. Ja. Dus, daar ben je ook succesvol in, dus. Ja, precies. Ja, precies. Ja, hij wist dat ik het in had. Dus, Maar Martin is al een dikke maand opa. Ja. Ja, van? Ja, een zoon, klein zoon. Een klein zoontje. Ja. Kas. Geweldig. Hartstikke. Ja, dat mag je zeggen. Prachtig. Dus, goed. Dat is goed voor het Ukkies voetbal bij SSC. Ja, precies. Ja, jullie krijgen ook een zoon? Of? Ja, we krijgen een zoon. Nou, ja, kijk. Ja, aanmelders voor wanneer. Maar nu we het daar toch over hebben, als ik even in de reden mag vallen. Ja. Van de week belde Martin, we zouden oorspronkelijk op woensdag gaan. En toen kreeg ik een. Je belde niet, je sms'te. Joh, hij schijnt zijn kniebanden niet gescheurd te hebben, maar hij is zwanger.
Want hij is naar zwangerschapsgymnastiek. Ja, dat was ik ook, ja, woensdagavond. Ja. Ja, dat was wel lachen, maar het was gelukkig de eerste keer. Maar volgende week gaan we samen puppen. Dus. Maar zou je dan toch even voor de kijkers even op die bank willen gaan liggen en het voordoen? Ja. Zoiets was het. Nee, ik heb het nog niet geoefend, helaas. Zo. Ja, het is nog ideaal. Een paar gaatjes hier en daar, toch nog aardige jetsen eronder. Hier zo, ja. Je ziet het wel eens kleiner, ja, maar dat betekent eronder, ja. Ja, daar hebben ze het weggehaald voor de nieuwe pees, hè. Maar hij is nog te dik. Ja, precies. Plotseling stond je naar, hè, tweede helft al. Is dat, ook trainde mee met de jongens van het eerste. Ja. Je deed er niet voor onder. Ja, hoe kwam dat nou zo? Want ja, iedereen stond daar een beetje van te kijken en jij liep toch wel een klein beetje trots daar rond, begrepen. Ja, ik was wel heel erg trots, inderdaad. Natuurlijk moest ik voor mijn carrière een paar jaar geleden stoppen. Dat was dan noodzakelijk, maar met een beetje rust daarin vroeg Richard mij of ik weer kwam voetballen. En dat leek me fantastisch. En ik kom met die gasten te voetballen en ik had echt onwijs naar mijn zin. Jongens, we hadden sowieso een leuk elftal, goede trainer, Bas, tempo in de trainingen en maar doorgaan, geen gezeur, geen gezeik. Hartstikke mooi en die ventjes, het was snel zeg maar een elftal. En het laatste dat ik dat heb meegemaakt zo, was toen we met Jacques 2 kampioen werden in de eerste klasse. En ja, je had er gewoon een mooie verdeling zitten. Je had natuurlijk één oude lul, waarvan ik weet niet meer hoe die heet eigenlijk. Maar, ja, gewoon een paar mooie, goede voetballers op het middenveld. Fabian, Thomas, noem maar op. Voorin een paar vechtertjes en achterin stond het gewoon goed. Dus er zat een mooie balans en een fijn gevoel in het elftal. Ja, ja. Dus dat is heel jammer, maar ik ben heel erg blij dat ik dit gedaan heb. Natuurlijk vorige keer een beetje in mineur gestopt. Maar... Het was wel een hele bijzondere wedstrijd waarin dat ja, precies. Gebeurde. Als je dan stopt, dan moet je wel op je hoogtepunt stoppen natuurlijk. Want het was slechts wat? Ja, het was een 10-1 gewonnen wedstrijd van Duno. Dat is natuurlijk ideaal. Dat is ongelooflijk. Oh, ja. Wel jammer dat ik bij 0-0 eruit ging, maar... Oké. Wat maakt het dan wel anders, het verhaal? Dat schrijven we niet in de geschiedenisboek, hè? Nee, dat nemen we ook. Dat knippen we. Dat knippen we. Ja, dat weet ik. Ik kwam je nog tegen. Ja. En toen zag je het nog niet zo somber in. En ga je het wel proberen nog een beetje te volgen verder? Jawel, ik volg het wel. En ik ga... over een paar maanden, als ik weer een beetje mag joggen, ga ik denk ik gewoon op de verenigingen rennen. En ja, het lijkt me heel leuk om in ieder geval dit seizoen met die jongens af en toe erbij te zijn. En we moeten maar kijken hoe dat volgend jaar gaat. Ik bedoel, ik vind wel dat niveau of dat prestatie-idee met het selectievoetbal, vind ik wel heel grappig. Maar ik moet natuurlijk zelf ook een balletje trappen uiteindelijk. Ja, maar dan wil ik toch tot slot... Nog even vragen. Ja, je hebt met een aantal jonge spelers, hè, die eraan komen, zeg maar. Heb je daar nog, of op de man af, nog wat tips voor? Ja, ik heb bij de laatste training heb een hele brief opgelezen. Maar dat is niet nee. Helemaal tips. Of een goede raad? Ja, hou je rustig en hou het overzicht. Eigenlijk hou je rust. Ja, ouderwets, maar je bent 36, Felix. Ja, 35. En het zijn jongens van 18 waar je dan tegen spreekt. Dus je had de vader van kunnen zijn. Ja. Dus je mag best een beetje ouderwets praten. De jongens heb ik getraind. Ja. Tony Donners. Fabian. Dus, dan noem je nou even een naam, Tony Donners. Die zou wat goed advies kunnen krijgen, denk ik. Nou ja, weet je, iedereen heeft af en toe zijn... Hij zei ook, hou je rustig. nee, maar met hou je rustig bedoel ik... Hou je rustig aan de bal, hou je rustig in het veld. Het gaat niet om gewoon als voetballer moet je rustig voetballen en rechtop voetballen, dat is ook belangrijk. Ja. Maar ik vind al vanaf de tribune zie je al dat het elftal dat staat. Weet je, dat straalt iets uit. Ja, ja het is, maar het is een beetje de chemie of de liefde, weet ik het allemaal. Dat zit er wel in. En, met de leiders, gewoon het klopt gewoon. Maar het klopt al heel snel en dat was fijn. Dat was goed. Nou, en dat was mooi.
Want, nou ja, goed. Verleden jaar hebben we heel lang moeten doen om dit aantal punten te halen wat we nu al hebben. Ja, ja. Ah, jammer, zeg ik dat ik niet mee kan doen. Ja. Nee, goed. Nou, ja, Felix, dan wensen we je een spoedig herstel. Ja, dank je. En ja, hoop je toch weer snel op het sportpark te zien. Niet waar, Martin? Absoluut, absoluut. En herstel is belangrijk. Zo. Dat is belangrijker dan, dan het voetbal. En, gezond vader worden, dat is ook belangrijk. Zo is het. Zeker. Okay. Heb je hier nou ook je atelier dan? Of niet? Ja, wil je het zien? Zullen we nog even gaan? Ja. Is dat iemand? Ja, maar dat is nog dat is voor Stef op het doek, maar dat is geheim, hè? Dus mag ik niet laten zien. Nog even, maar dat is impressionistisch. Dat is niet zo. Die staat daar tussendoor is impressionistisch. Hè. Is dat je vader? Ja. Vanuit de studie. Vanuit de studie. En dan daar kon ik dan uiteindelijk centjes mee verdienen. Maar dat is eigenlijk geen vetpot. Nee, niet hoe ik het doe, maar ik pak het ook niet altijd van de gang. Want je bent niet commercieel? Nee, ik ben niet commercieel wat dat betreft. Nee, want, ik weet het allemaal niet hoe dat moet. Maar dit is, niet dat deze moet je afzien, dan wordt het wel fantastisch, maar... Oké, dit... Wat? Over het schilderijtje? Prachtige portretten, Felix, heb ik hier net gefilmd, maar het is nog een hele... De grootste hier, zo. Ja, het is mijn eerste vrijwerk. Ja, dus... dan bouw ik zelf wat ik schilder en moet ik vertellen waar het over gaat? Nee, sorry. Je gaat niet zeggen wie het is? Nee, ik wil wel zeggen. Dit is voor model, dat is Wesley Pegram. Oud voetballer natuurlijk, van Jack. Die spits. Ja, heb ik toch het idee dat men de zaak wat meer onder controle krijgt. Dat men wat meer vooruit gaat voetballen. Op dit moment weer een aanval en dan is het diezelfde Wesley Pegram. Dan zit de keeper, ja, dat is een schot en die bal, ja, op dit schot, die hobbelt eigenlijk richting de keeper en die wil hem pakken en dan stuit hij over de arm heen in het doel en dat betekent 1 tegen 0 voor SVC. Ja, die speelt. Ja, nog een tijdje bij SV35. Ja, en SV35 heeft nooit geschorst, nooit geen kaarten. Nee, dat is ook een apart geval, hè. Nee, die was veel. Nee, maar het was wel een lekkere spits. Het was jammer dat hij toen weggegaan is. Nee, het is een fulltime job. Alleen op het moment dat ik nu eigenlijk een klein beetje een switch wil gaan maken van portretten naar vrij werk, dan wordt het lastig. Want, want dan heb ik geen inkomsten aan portretten meer. Dus het vrije werk, dat... Maar heb je ook exposities of zo? Nou, dit is dan mijn eerste werk voor mijn grote expositie. Ja. Maar het zijn nogal grote werken. Dus daar gaat al een paar jaar overheen, denk ik. Als ik daarnaast weer een beetje moet gaan. Maar die komen dan terug voor nog een vernislaag. En die gaan dan ook verleden jaar. En dat mag pas na een jaar, dan is het een vernislaag. Een extra vernislaag, ja. En dat laat je doen of zo? Nee, doe ik zelf. Dat is gewoon een. Oh, die zijn bij jou teruggekomen. Die had je al. Ja, de verf moet een jaar drogen. Oké, en dan pas. En dan kan je hem afvernissen. Ja, daar. Nou, dit was leuk contact. Ja, dat is zijn. Ik vind het hele vriendelijke. Ja, maar dat staat hij ook wel uit. En ja, als je daar op de grote markt zit, gewoon koffie te drinken. Oh, ja, dat moet je wel, ik weet niet, maar dat. Het was altijd. Ik heb nog wel zo. Thank you.